Ik vind het eigenlijk altijd wel schattig eigenlijk. Het heeft iets aandoenlijks wanneer mijn vriendin meldt dat ze ongesteld is. Je moet het wel melden, hè? Niet ineens gaan bloedsquirten midden in mijn oog. Dat is voor niemand leuk. Dan denk ik, ja, in mijn mond ook. Ik proef het. Ik proef het. Ik proef naar spijkers. Ik wil niet meer. Ik proef naar vork. Ik wil niet meer. Ik ga naar huis. Ik woon hier. Kutzooi. Je moet het sowieso bij mij zeggen, want ik weet niet wanneer het is. Ik heb mijn best gedaan om die hele cyclus te leren. Maar dan ga je al, het woord cyclus alleen al, dan krijg ik faalangst. Ik denk, ah, cyclus, ik moet rekenen. Kutzooi, hoe ging het ook weer? Pythagoras, wanneer is de volle maan? Ah. Je staat er niet bij stil, hè, gasten. Hoe kwetsbaar dat is voor vrouwen. Hè? Ongesteld zijn. Oh, wat een gedoe, hé. Hm? Nou, laten we even bij stilstaan. Nou ja, je moet allemaal producten kopen ervoor. Om, hè? En de tweede, niet helemaal lekker zijn in je hoofd. Ik heb het over hoofdpijn. Hoofdpijn heb ik het. En ten derde, ja, niet elke man wil seks met je als het aan de hand is. Vooruitgaan dat jij dat wel wil en niet zo erg vindt. Daar moet je ook achter komen of je dat wel wilt of niet wilt. Ben voor het eerst ongesteld in de relatie. Dan moet je even kijken hoe hij erover denkt. Dat is een kwetsbaar momentje. Dat probeer je ook zo vrouwelijk mogelijk te doen, toch? Je gaat niet zo eruit trekken, tegen de muur gooien, flas. Dit is aan de hand. Dit is wat aan de hand is. Moet je nog of niet? Moet je nog? Ga er niet janken. Nee, dat probeer je zo vrouwelijk mogelijk te doen. Het is vervelend, maar ik kom net van het toilet. En ik kom erachter, ik ben een klein beetje. Altijd beetje zeggen, altijd beetje. Ik ben een beetje ongesteld, helaas. Oh, en dan word je gewoon geweigerd, joh. Gewoon keihard in je gezicht. Dat is hard, hoor. Gewoon in je gewoon, nee, dan hoeft het niet van mij. Nee, nee. Nee, hij trekt ook een vies gezicht erbij. Nee, 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 dan hoeft het niet van mij. Nee, nee. Je mag pijpen, ik zal even de regels vertellen. Dit is wat we gaan doen. Eigenlijk wil hij gelijk naar huis, dat voel je. Hij wil weg, hij wil naar huis. Maar ja, dan ben je gelijk een lul als je gelijk weggaat. Dus je blijft wel, dan ga je film kijken. Terwijl dat was niet de bedoeling, film kijken. Zit je daar ongemakkelijk met z'n tweetjes. Hij doet nog een soort van zijn best om een beetje die ongemakkelijke sfeer weg te halen. Hé. Hey. Ga je nog thee zetten? Met je gore kut. Oh. Oh. Ja, dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet, maar zo voelt het, hè, meiden. Zo voelt het. Ja, hij geeft je een vies gevoel. Hij geeft je een baalgevoel. En je gaat het nog doen ook, hè. Je gaat het nog doen ook. Je gaat nog thee zetten ook voor je lul. Ja, want je voelt je kwetsbaar. Je voelt je onzeker. Sta je daar in de keuken. Typisch theezakjes. Ik had niks moeten zeggen, man. Ik had gewoon op zijn gezicht moeten gaan zitten. Ik zou een bakje voor hem maken. Faraday. Wat hebben we hier dan? Wat hebben we hier? I'm every woman. It's all in me. Zo, kijk eens. Lekker bakje thee heb ik voor je gemaakt. Lekker bakje thee. Wil je thee toch? Oh, ja, tof. Oh, dank je. Oh, wat voor thee is dit dan? Ja, dit is een rode bos. Lekker bakje rode bos, drink maar op. Mij maakt het niet uit, dames. Het heeft ook niet mijn voorkeur, voor alle duidelijkheid. Ja. Maar wat houdt het nou voor mij in wanneer mijn vriendin ongesteld is? Laten we er even over hebben met vreemde mensen. Nou, er komt een beetje bloed bij. Er komt een beetje bloed bij, dus een beetje bloed op mijn pik. Ga ik daar moeilijk over doen? Nee. Ik heb al bloed op mijn pik vanaf mijn 11e, van al drukken. Ik ben wat gewend, hoor. Ik ben wat gewend. Je kan niet heel godsganse dag door blijven rukken alsof er niks aan de hand is, of wel? Nee, nee. Op een gegeven moment komen de wondjes. Ik kon niet meer stoppen, ik kon niet meer stoppen. Ik, zie nou wel, pa. Zie nou wel, pa. Ik heb wel ambitie. Ik keek mijn pa niet aan, hè, terwijl ik dat zei, voor alle duidelijkheid. Hij was in een andere ruimte, maar ging niet goed.
Ik moest naar de dokter, ik moest naar de dokter ervoor. Ja man, zeer. Ik moest naar de dokter. De dokter was emotioneel betrokken, dat wel. Hij zei, ja, je moet ophouden met rukken, knul. Je moet echt ophouden. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik ga waarschijnlijk geen oog dicht doen vanavond met dit op mijn netvlies, kan ik je vertellen. Ik ga even een collega bellen. Ik moet ook even een plekje geven, voordat ik ga pitten. Ik houd het anoniem, maar ik ga wel even bellen, ja? Als je door blijft gaan, dan ben je een stompie. Denk er nu tot je door. Ja, een stompie praat over dagen. Niet weken, niet maanden, dagen. Je moet ophouden met rukken. Ik kan niet ophouden, meneer. Niet rukken hier, joh. Niet rukken hier, mensen gaan lullen. Zit mijn ding op, knul? Het spijt me. Officieel rukverbod. Ja, rukverbod. Dat is niet best. Ik weet niet eens wat het inhoudt. Ik naar de apotheek met mijn recept. Ach meneer. Rukverbod. Ging je naar achter. Kom die terug met een handkorf. Krijg je een handkorf. Tenminste, die krijg je niet. Die moet je huren. Is gewoon niemand anders geweest. Net als krukken. Dus ik ben wel gewend. Dat is eigenlijk het enige wat ik wilde zeggen. Ja. Ik kon ook alleen dat zeggen, maar... Ik koos voor deze anekdote erbij.